Het licht dat de duisternis en het kwaad vernietigt, is wat ons bindt, luidt de Diwali-boodschap van president Santokhi. In het kader van het lichtjesfeest is er op 23 oktober 2022 een gebedsdienst gehouden op het presidentieel paleis. Het staatshoofd heeft bij deze gelegenheid benadrukt dat Diwali een dag is om te bidden voor de natie en kracht te vragen aan God. Allereerst dank ik namens de regering, de culturele Unie Suriname, KUS, voor de uitnodiging om hier aanwezig te mogen zijn op het onafhankelijkheidsplein, om met u allen het Diwali-feest te mogen vieren. En ik zie namelijk dat u massaal bent opgekomen. Ja, het is weer eerste Diwali vieren na de COVID-periode. En u heeft er recht op om het goed te vieren. Geachte aanwezigen, deze Diwali-nacht is de donkerste nacht in de maand oktober. De duisternis wordt verdreven door kleine aarde olielampjes die opgestaan zijn in huizen, gebouwen en tempels. Diwali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Ik roep je op om niet alleen het licht in uw huis te laten schijnen, maar stel uw hart open dat het licht ook daar binnendringt, om daar ook het licht te schijnen in uw leven. Licht wordt namelijk altijd geassocieerd met succes en hoop. Diwali is synoniem voor het goede dat zegeviert over het kwade. Het licht dat symbool staat voor het positieve in onze wereld. Diwali is ook een metafoor voor kennis die het donkere van de onwetendheid overwint. Het geeft ons als mens zo de kans om naar hogere doelen te streven. Duisternis, broeders en zusters, staat voor onwetendheid, dubbelzinnigheid, leugen, angst en immoreel gedrag. Het aansteken van de lamp, de dia, symboliseert het verdrijven van onwetendheid, tweeslachtigheid en angst. Wij mensen kunnen de waarheid zien in het licht. Dit is een van de basisboodschappen van het hindoeïsme die in Diwali naar voren treedt. Persoonlijk, als mens, maar ook als president, laat ik mij graag inspireren door de betekenis van het licht. Licht geeft de mens energie en zorgt ervoor dat we de wereld om ons heen goed kunnen waarnemen. Kenmerkend voor licht is ook dat het zonder enig onderscheid te maken op ons allen schijnt. Nogmaals, het licht dat schijnt, maar van de zon is of de maan of een andere energiebron, maakt geen onderscheid tussen mensen en schijn voor ieder. En dit past precies in datgene wat de voorzitter van de kust net zei, gelijkheid. En het licht laat inderdaad ook zien dat we allemaal gelijk zijn. Ras, kleur, cultuur en geloof doen er niet toe. Wij zijn allemaal gelijk. Een andere boodschap van Diwali is dat we in staat zijn om de meest ellendige situatie te kunnen veranderen door gebruik te maken van ons intellect. De laatste en meest belangrijke boodschap is dat kennis waardevol is en de moeite waard is om na te streven. Het aansteken van de dia
tijdens die Wallisie symboliseert dit idee. Ik ben trots op Suriname, want ondanks alle perikelen hebben wij een mooi land. Een prachtig volk waar we vreedzaam naast met elkaar leven. We delen in elkaars culturen en we hebben respect voor de religie van die anderen. We vieren samen met elkaar alle hoogtijdagen. En mijn oprechte Diwali-wens aan u allen is dat het ieder op deze manier alle zusters en broeders met elkaar omgaan. Liefde, respect, hoop en compassie zijn universele waarden die onderdeel zijn van mijn Diwali-boodschap aan u. Dit zijn verbindende waarden die wij delen met anderen over de hele wereld. Laten wij, broeders en zusters, dit met elkaar blijven uitdragen, steeds weer en overal. En ik bid voor u allen, ik bid ook voor Suriname, dat het Allerhoogste ons van onwaarheid naar de waarheid leidt, van duisternis naar het licht en van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid. Om Asoma Mazat Gamaya, Tamsoma Jodir Gamaya, Mrityama Adam Gamaya, Om Shanti, Shanti, Shanti. Dank u wel.